Hi allemaal en welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met, vind ik zelf, iets heel erg leuks. Namelijk laatst was ik naar de Miniso geweest in Eindhoven. En dat is echt naar mijn mening de beste. Ik ben die in Utrecht geweest en dat vond ik zo'n teleurstelling. Die was echt, was dat Utrecht of was dat Amsterdam? In elk geval, het was ontzettend klein. En in Eindhoven heb je 2 verdiepingen. Is naar mijn mening de beste winkel. En ik was er dus heel lang niet meer geweest en ze hadden heel veel nieuwe blind boxen. En nu ben ik een beetje losgegaan, want ik dacht, ik kan er een video van maken. Namelijk de laatste keer dat wij naar Dutch Comic Con waren geweest, daar had ik ook een vlog van gemaakt, reageerden jullie allemaal super positief op de Disney blind boxen. En jullie vonden het allemaal heel leuk om te kijken hoe ik deze unboxte en zo. Dus ja, jullie lieten eigenlijk daarin weten dat jullie dat tof vonden. Dus het leek me heel leuk. Dit is de eerste keer dat ik dit doe. Om samen een serie aan blind boxen te openen, kijken wat we eruit krijgen en samen te unboxen. Dus ik hoor heel erg graag of jullie dat leuk vinden. Vooral natuurlijk aan het einde van deze video. Als jullie hem af hebben gekeken, laat vooral alsjeblieft even dan weten in de reacties wat je ervan vond. Of je dit vaker wil zien, ja of nee. In elk geval eentje waar ik op slag, ze hadden meerdere hoor. Ze hadden ook echt van Stitch en een nieuwe Tsumtsum lijn. En jullie weten allemaal hoe ik me voel over Stitch en Tsumtsum. Maar degene waar ik uiteindelijk voor ben gegaan zijn deze. Dit zijn de Disney Princess 9 Types Jewelry Box prinsessenlijn. Zeg maar mystery unboxing. Het is ook niet van Miniso zelf, want ze hebben altijd heel veel mystery boxen ook van Miniso zelf. We gaan zo even in diepte samen ernaar kijken wat je erin kan krijgen en al die dingen. Maar mijn idee is dus, dat heb ik ook heel lang niet meer gedaan, om echt naar mijn bureau te gaan hier zo achter. Dat ik even alles ga ombouwen hier zo. En dat jullie dus close-up kunnen zien hoe ik het unbox. Zodat jullie echt kunnen meegenieten in het unboxing gedeelte. Dus dat is mijn plan voor vandaag. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het zo leuk altijd. Ik moet wel heel eerlijk zijn, het was voor mij echt een struggle om ze niet te openen. Want ik heb ze nu een paar dagen in huis. En ik had iedere keer, oh, zal ik er eentje openen? Maar ik dacht, nee, ik moet er een video over maken. Want ik denk dat dit een hele leuke video zal zijn. Tenminste, ik vind het heel leuk om te filmen. En ook om blind box unboxingen video's te kijken. Blind box unboxingen video's, dat was echt lastig in mijn brein. In elk geval, voordat we zo verder over deze blind boxen gaan hebben en samen gaan openen hier zo achter op mijn bureau. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet ik dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu overschakelen naar het bureau. Oké, hier zo zijn we dan bij mijn bureau. Ik hoop dat jullie mij heel goed kunnen horen. Zoals ik al zei, het is echt heel lang geleden dat ik op deze manier hier zo heb gefilmd. Dus ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan en dat alles zichtbaar is. Ik ga in elk geval mijn best doen voor jullie. Als eerste gaan we dus heel eventjes kijken naar welke mystery boxen we dit keer samen gaan openen. Om te beginnen dus op de voorkant krijgen we assenpoester. En dit zijn dus, als het goed is, kleine jewelry boxes. Dat kun je hier zo zien staan. Dus als het goed is, zijn het mystery sieradendoosjes. Dus hier kun je dan je ringetjes bijvoorbeeld in bewaren of iets dergelijks. Dus dat is natuurlijk wel echt een heel erg leuk idee. We hebben in totaal, staat hier dat we 9 verschillende opties erin krijgen. En ja, ik weet niet wat het merk is. Ik ben bang dat dat misschien dit is. Het is in elk geval sowieso een buitenlandse doos. We krijgen ook op de bovenkant Dreamy Flowers erbovenop. Ik weet niet of dat het merk is. In elk geval, ja, de verpakking. En ik moet zeggen, de prinses zelf, dus assenpoester hier op de voorkant, ziet er al super schattig uit. Maar we hebben dus 9 opties. Vandaag, zoals je hier kan zien, heb ik 7 boxen gekocht. De prijs is trouwens €12,50. Ik weet het, het is best wel prijzig, maar ik moet heel eerlijk zijn, ik had meer verwacht. Want vaak bij de Miniso zijn de blind boxes wel meer rond de €15 à €17. Bij een Comic-Con of zo zijn ze ook vaak rond die prijs. Vooral voor de meer fancy Disney gerelateerde. Dus ik moet zeggen, €12,50... Natuurlijk is het duur in de zin van, ik krijg heel veel mensen die niet van blind boxen houden en dat niet kopen. Dan krijg ik van, waarom zou je dat voor betalen voor een stukje plastic? Ja, het is gewoon omdat je het leuk vindt. Het is van Disney en daardoor wordt het al sneller duurder. Maar voor als het om blind boxen gaat, is het nog te doen. Dan gaan we dus hier zo kijken naar de zijkant. En dit zijn dus de opties. En wat ik heel fijn vind is dat ze ook lieten zien wat dus daadwerkelijk de secret optie is. Dus ja, jammer genoeg moet ik wel gelijk zeggen dat dat Rapunzel
is, wat ik heel jammer vind. Want je krijgt haar met Pascal en een pan en zo. Maar aangezien ze de mystery optie is, is de kans heel klein dat we haar vandaag eruit gaan halen. Dus dat vond ik wel jammer aan de ene kant dat zij de mystery was. Maar we krijgen ook hele leuke andere personages. Zoals je kan zien, we gaan even gewoon van boven naar beneden, van links naar rechts. Als eerste hebben we Bella, die ziet er ook ontzettend mooi uit. Krijgen we Jasmine, Cinderella, die we ook op de voorkant zagen. Sneeuwwitje, en ik denk misschien dat Sneeuwwitje mijn favoriet is, qua ook de achtergrond en zo. Ik ben ook heel benieuwd hoe deze zo eruit gaan zien als we ze eruit gaan halen. Kijken of ze ook echt zo mooi en gedetailleerd zijn. Daarnaast door een Roosje, dan krijgen we ook Brave, Merida. En ik moet zeggen, ik heb zelf niet heel veel met de film Brave. Ik vind haar wel echt een badass, maar het verhaal en zo is niet echt mijn ding. Maar iedereen natuurlijk zijn meug. Ik vind wel haar personage heel leuk. Krijgen we Mulan en Ariel. En Ariel is natuurlijk, zoals jullie weten, ook altijd een favoriet van mij. Ik vind de vormgeving in elk geval van de prinsessen echt ontzettend schattig. Dus ja, ik ben er heel benieuwd naar. We gaan ze gewoon openen. Ik hoop natuurlijk het liefste dat we 7 verschillende hebben. De kans zal best wel klein zijn. Ik ben bang dat we wel een dubbel krijgen. Maar hopelijk krijgen we in elk geval zoveel mogelijk verschillende. Laten we er dan nu echt in gaan duiken. Deze blind boxen, het nadeel is wel, je kan daardoor nooit voelen wat erin zit. Zoals bijvoorbeeld bij die Lego 100 van Disney. Dan kon je echt voelen aan het zakje. Dat kan hierbij niet. Het enige wat je een beetje kan voelen is zeg maar het gewicht. Maar je kan ze wel makkelijk zo openen. En ik weet niet of we gelijk de prinses gaan zien of dat het nog in een blind bag komt. Nee, het komt nog in een blind bag. Ik vind dat altijd zo'n tease. Dan denk je van gaan we het al zien, maar nog niet. Oh, we krijgen wel zo te zien, dit is de achterkant ervan. En we krijgen ook eigenlijk een soort van bouwpakketje. Let your heart soar staat erop. Oh, dat is wel leuk. Dus we moeten hem zo ook in elkaar zetten. Het is ook wel echt een grote blind bag. Oké, we gaan hem openen. Het is blauw. Oh, we krijgen Jasmine. Oh, hij is zo freaking mooi. Oh mijn god, jongens. Hij is echt heel mooi. Dit is echt eigenlijk waar ik op hoopte. Waarom ik deze had gekozen. Klik dus open. Zit nog een beetje bescherming in. Als eerste even de trinket. Dit kun je dus gebruiken als sieradendoosje. Het is doorzichtig. Het is plastic. Met allemaal glitter erin. En we krijgen allemaal bloemetjes erop. En strikjes. Jasmine zit dus bovenop de deksel. Hij draait echt ook een soort van dicht. Je moet hem dus een soort van draaien en dan klikt hij vast. Dus dan zit de deksel erin. We krijgen Jasmine er dus bovenop. Ze is echt super, super mooi. Met haar haar en haarband en gewoon al de sieraden ook. Ze lijkt een beetje sassy, maar dat vind ik juist wel leuk. En eens even kijken dus. Hier zo zien we op de verpakking dus hoe ze in elkaar gebouwd moet worden. En die onderdelen komen dus in dit zakje erbij. Degene die ik er dus als eerste uitkrijg is het bordje. Staat Let Your Heart Soar op met ook allemaal bloemetjes en steentjes. Deze komt dus achter haar erin. Er zit hier dus een gaatje in en daar kun je hem in duwen. Dus nu zit hij er gewoon vast in. En de banner komt dus hier zo aan de voorzijde. Daar hebben we 2 gaatjes voor. Dus die moet ik nog even uitkrijgen. En ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar hier zo staat Jasmine op in het geel. Ik moet wel zeggen dat geel op blauw zie je niet super goed. Je ziet het volgens mij nog slechter op camera. Maar in het echt is het ook niet super leesbaar. Dus dat had wel iets beter gekund naar mijn mening. Maar we gaan hem dus nu hier zo inklikken ook. Tada. Dat is dus dan nummer 1 die we hebben gekregen. Jasmine. Ik vind hem echt heel tof. Vinden jullie ervan? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het vooral ook weten. Maar ik vind het echt heel leuk. Zeker ook omdat je het dan kan gebruiken als ringendoosje of zo. Dan gaan we naar doosje nummer 2. Ritsen hem weer open. Deze zal dus ook weer in een blind bag komen. We kunnen al een beetje, eigenlijk is dit gewoon een spoiler al. We krijgen een vogeltje en Beauty op het naamplaatje, dingetje, ja, achtergrondje, hoe noem je dat? Wie denken jullie dan dat het is? Laat je gok achter. We gaan het nu ondervinden. Ik hoop zelf heel erg dat het door een roosje is. Oh, hij laat los. Oh nee. Ah, het is door een roosje.
Kijk dan hoe ontzettend cute. Haar ogen zijn dus ook een beetje een lila kleurtje. Ik vind haar kroontje ook echt heel leuk erbovenop. Wederom krijgen we een beetje een sassy pose met dat handje die ze uitsteekt. Wat ik heel erg leuk vind. En ik vind het ook schattig als je van bovenaf kijkt. Zie je ook een beetje het begin van hun jurk erin. Echt heel erg mooi. En we krijgen dus bij haar eenzelfde soort trinket. Net zoals bij Jasmine. Het ziet er eigenlijk gewoon precies hetzelfde uit. Behalve dat dan de bloemetjes in plaats van daisies zijn dat roosjes geworden. En we krijgen gouden strikjes. En voor de rest is dus het trinket potje is glitterroze. Jullie weten dat mijn favoriete kleur altijd roze is. Dus dit is er zeker één dat ik ook denk van, oh, ik wil ze eigenlijk gewoon gebruiken. Ik zit een beetje te twijfelen. Of ik zet ze display of ik ga ze echt gebruiken. In elk geval, we krijgen dus ook weer haar naam. En deze is in het geel met een beetje oranje letters erop. Met strikjes krijgen we Aurora erop. Aurora. Ik vind het altijd grappig om te zeggen, maar dat betekent dus door een roosje. En die klikt gewoon net als Jasmine hier zo voorin erin. Maar bij haar krijgen we dus nu ook een vogeltje erbij. Dus ik ga even kijken hoe ze dat hier hebben. Oh, die zit op haar hand. Oh, daarom heeft ze een sassy pose. Ik dacht ze heeft gewoon sassy zo van een de handje, weet je wel. Alsof ze zegt van de. Maar daar gaat dus dit kleine vogeltje op. Kunnen jullie dit zien? Hoe cute is dit? Hij is ontzettend klein, maar hoe schattig. Klein blauw vogeltje. Het ziet er echt heel erg goed uit. En deze dus. Oh ja, zie, ze heeft een gaatje in haar hand zitten. Dus die moet hier zo in. Oh, kijk eens hoe leuk. Volgens mij konden jullie niks van zien dat ik er in de hand deed. Maar dit is wel echt heel erg leuk. En dan hebben we dus ook nog haar achtergrondbordje. Dit is wel echt mijn favoriet tot dusver. Ik weet dat we er pas twee hebben gehad. Maar dit is gewoon meer het kleurenschema wat ik leuk vind. En ik vind het ontzettend leuk dat zij dus ook een vogeltje erbij krijgt. Ik vind wel dat ze een accessoire erbij hebben. Is wel heel erg leuk. Dan alweer naar nummer 3. We gaan er zo snel doorheen. Ik wil niet dat dit ophoudt. Ik vind blindboxen openen zo leuk. Op wie hopen we nu? Ik hoop op Sneeuwwitje vooral dat we haar ook nog krijgen. Ah, we krijgen gelijk een goede spoiler. Het is Cinderella. Het staat echt vol op dit plakje. Dus we gaan haar openen. Het is in elk geval weer een andere. Dus dat is heel erg chill. Heel erg tof. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Maar ze heeft dus ook helemaal metallic effect op haar handschoenen en jurk zitten. Dus die heeft helemaal een metallic gloed eroverheen. Ook bij de haar. Oh, ik zie nu dat die anderen dat ook bij hun haar hebben. Maar zij heeft het als enige ook op de jurk. En hele mooie lichtblauwe ogen. En ook weer een hele schattige pose. Ik vind het ook leuk dat ze allemaal echt een andere houding pose, zeg maar, hebben. Echt ontzettend mooi. Ik vind ze zo mooi, jongens. Echt precies wat ik ervan had gehoopt. Want ik vond ze, zeg maar, vrij voordelig als het dus gaat. Ja, ik weet, het is niet goedkoop, jongens. Maar echt waar, qua de blindboxen is het vrij voordelig. Deze lijkt heel erg dus op die van Jasmine. Het is een net beetje een ander kleurtje blauw. Bij Jasmine is het meer, zit er meer groen in, als dat logisch klinkt. Dit is meer echt blauw-blauw. En we krijgen blauwe strikjes erop. En we krijgen dus ook weer andere bloemetjes ook erop. Dat vind ik wel leuk, dat ze bij elke ook andere bloemetjes doen. Zit ook weer glitter in het doosje. Dan klikken we haar er weer bovenop. Dan bij Assepoester krijgen we dus echt gewoon haar naam erop. Wat ik wel een beetje random vind. Want we krijgen dus nu in dit geval twee keer haar naam. Want haar naambordje is deze. Maar op die achterkant kregen we telkens iets van een leuke quote. Waardoor je kan denken aan een Disney prinses. Dus ik vind het wel gek dat hier gewoon simpel Cinderella op staat. Daarentegen moet ik wel weer zeggen dat ik dit de leukste vorm vind tot dusver. Qua de bordjes die we hebben gekregen. Want het is dus een kartelend rondje. Wat er echt heel erg leuk uitziet. En haar banner is dit keer ook wel echt mijn favoriet tot dusver. Want namelijk, we krijgen dus Cinderella, haar naam erop. Maar we krijgen ook een hele kleine pompoenkoets. En we krijgen het glazen meldje op de banner. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk gedaan. Dus die klikken we er ook weer in. Nummer 3 is dus Assepoester. Echt heel erg leuk ook. Echt heel, heel blij mee. Ik vind ze heel tof. Wat vinden jullie ervan? Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik kan jullie helaas niet live horen terwijl we dit doen. Dan gaan we naar doosje nummer 4. Zal jij dan Sneeuwwitje zijn? Oeh, we hebben wel weer een andere vorm. En het is in de vorm van een waaier. En we krijgen ook een kleine waaier erbij. Dus dit moet natuurlijk mevrouw Mulan zijn. Tada. Oeh, zij is ook zo mooi. Iedere keer denk ik van, ja,
Ik ben iedere keer onder de indruk van de vormgeving. Ik vind de prinsessen zo mooi gemaakt. Ook als we even kijken nu naar de dames in de achtergrond. Like, hoe cute zien ze eruit? De gezichtjes en zo. We krijgen bij haar haar hand ook weer omhoog. Dus daar komt zo de waaier in. Dus dat is ook wel heel leuk. Laten we eerst dus weer even kijken naar het doosje. Is weer een kleur blauw. Wederom weer wel een andere kleur blauw. Het zijn allemaal verschillende tinten. We krijgen roze strikjes ditmaal eroverheen. En we krijgen allemaal kammetjes in plaats van bloemetjes. Er zit wel een bloemetje bovenop, maar het zijn kammetjes in plaats van bloemen. Heel erg leuk. En het leuke is dus dat we weer meerdere dingetjes ook bij Mulan krijgen. Bij Doorn Roosje vond ik het ook echt wel heel erg leuk dat ze iets vasthield. Dus dat vind ik bij haar ook tof. Krijgen we haar naambanner met Mulan en twee bloemetjes. Die klikken we er ook weer in. Haar achtergrond is denk ik mijn favoriet tot dusver. In de zin van qua de vormgeving, maar ook de vorm. In de zin van met de bloemetjes en de waaier. En we krijgen een parasolletje. Die vind ik wel echt heel tof. Die is gewoon helemaal af. En ik vind het ook wel leuk dat er niet een rare tekst op staat. Ziet er ook heel leuk uit zo erachter. Dus die vind ik top. En in deze van Mulan krijgen we dus ook een kleine accessoire voor in haar hand. En in dit geval is dat een kleine waaier. Was even puzzelen, maar er zit dus echt een puntje in haar hand. En zo kan die er precies zo schuin in. Hoe cute is ze? Ik vind hem echt heel leuk. Ook de bloem in haar haar. Wederom weer een metallic effect met een beetje een roze gloed zit er over haar haar. Heen. En met de accessoire in de achtergrond is dit wel een van de tofste tot dusver. Ik denk nog wel dat Doorn een Roosje op nummer 1 staat, maar dit vind ik nu wel echt mijn nummer 2 qua hoe deze is vormgegeven. Echt heel vet. Dan naar nummer 5. En het risico wordt natuurlijk telkens groter. Ik had eigenlijk niet verwacht dat we gelijk 4 verschillende eruit zouden halen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik hoop nog steeds op Sneeuwwitje. Krijgen we Sneeuwwitje een keer? Het is een andere achtergrond wat eruit valt. Plus, ik zie een boog. Dit is Merda. Wauw. Kijk dan even hoe mooi wederom weer. Echt prachtig. De haar metallic oranje. Ik vind het ook heel leuk dat we eindelijk even wat anders dan blauw ook zien. We krijgen in dit geval een oranje potje erbij. Dus hetzelfde idee. Oranje alleen met glitter. We krijgen ook oranje strikjes eroverheen. En de bloemetjes die we krijgen zijn geel met ook groene blaadjes. Dus dat is het potje op zichzelf. En zij heeft dus een hele stoere pose waar zo de boog tussen moet. En ze kijkt ook lekker stoer met haar wenkbrauw. Deze wenkbrauw is ook zo sassy. Helemaal fan van. Dus ja, ziet er weer heel goed uit. Laten we maar gewoon gelijk met de boog beginnen. Want ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien als die erin zit. Dit is wel een beetje gepriegel. Vooral omdat ik het ook voor jullie probeer te filmen. Dat het voor jullie in beeld is. Daarom is het wel altijd ook handig als ze die personages zelfs de mystery erop zetten. Want dan kun je zien zeg maar hoe ze hem vast moeten houden. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Want soms, bijvoorbeeld bij deze, vind ik het ook niet vanzelfsprekend. Tada, hij zit erin. Hoe cool is dit? Haar naambordje vind ik ook echt super grappig. Want dan krijg je dus Merda erop. En daarnaast krijgen we twee van die teddybeertjes. Wat ik echt heel grappig vind als je de film hebt gezien. Want het zijn niet gewone beren. We krijgen echt gewoon van die kleine teddybeertjes erop. En deze klikken we er dus ook weer in aan de voorkant. Net zoals bij de andere prinsessen. En dan haar achterbord echt weer top. Ik vind het zelf het mooiste als er geen tekst op staat. Want dat kun je toch niet goed lezen. Want de prinses zit ervoor. Dus ik vind het leuker als ze zo'n toffe vorm gewoon hebben zoals deze. En die klikken we er ook weer achterin. Hier zo hebben we haar dan helemaal af en compleet. Hoe cute! Oh, ik blijf het zeggen jongens. Maar ik vind het echt heel leuk. En dan hebben we ook weer een andere. Tot dusver allemaal verschillend. Dan gaan we naar de één na laatste. Mijn kans wordt telkens kleiner om daadwerkelijk Sneeuwwitje te krijgen. Zullen we trouwens even kijken misschien welke we nog allemaal moeten. We moeten nog Bella. We moeten nog Sneeuwwitje. En Ariel. En Rapunzel. Dat zijn de enige nog. Dus we hebben er echt niet veel meer te gaan eigenlijk. Helaas kunnen we ze dus sowieso niet allemaal krijgen. Want ik heb er maar 7 gekocht. Oh nee jongens, het is onze eerste dubbel. We hebben Jasmine, haar achterkant. Die staat hier al, die hebben we al. Dus ik denk jongens, dat ik deze gewoon even, als jullie dat oké vinden, in de blind bag laat. Want ik dacht, misschien is het wel heel leuk om de dubbele toe te voegen aan de Disney winactie. Die binnenkort op mijn Instagram komt. Laat vooral even van je horen in de reacties of je dat leuk vindt, ja of nee. Maar in elk geval, dan hebben we dus nog een Jasmine. Ik zal dat er even bij pakken. Dat is dus deze beauty. Dus dan kun je deze ook in de winactie winnen. Dan weet je echt al welke natuurlijk het is helaas. Maar ik dacht ja, aan een dubbel heb ik sowieso dan niks. Ik kan
het natuurlijk wel verkopen. Maar ik vind het dan leuker om het bij de Disney winactie te doen. Dus ik hoop dat jullie dat een leuk idee vinden. Laat vooral van je horen in de reacties. Maar dat is dus helaas onze eerste dubbel. Nou ja, is natuurlijk een beetje misschien ook leuk. Want jullie worden er ook blij van. Dus het is niet per se helaas, zeg maar. Dan gaan we alweer naar de allerlaatste. Ik hoop heel erg dat ze Sneeuwwitje is. Dat ze zich voor het laatste heeft bewaard. Maar we gaan het zien. Het is in elk geval een andere. Ik weet niet of het Sneeuwwitje is. Ik weet niet welke achtergrond zij had. Maar ik herken in elk geval niet de achtergrond. Dus we hebben het echt heel goed gedaan met maar één dubbel. Wie gaat het zijn? Het is Sneeuwwitje. Dit kan je toch gewoon niet bedenken, jongens. Het is Sneeuwwitje. Oh, hier ben ik zo ontzettend blij mee. Ik heb echt nog nooit zoveel mazzel gehad in unboxen. Misschien moet ik het vaker filmen. Misschien als ik het film dat ik meer mazzel heb. Ik ben heel blij dat ik haar heb. Kijk hoe cute ze is. Met het strikje op de hoofd in het rood. Ook weer wederom van dat metallic haar. En de pose is ook ontzettend schattig. Met de handjes op de wangetjes. Het potje wat we hierbij krijgen is wel heel erg leuk. Want hij is namelijk roze. Maar hij heeft een paarse onderkant. Waardoor die haast een beetje een ombre achtig effect lijkt te hebben. Hier zo krijgen we ook roosjes op in het roze. En we krijgen roze strikjes. En voor de rest dus dat glitterende. Heel erg schattig. Dan dus de accessoires die we erbij krijgen. Het is een heel leuk hartje met hello, een vraagbubbel en een vogeltje en een sterretje. Die klikken we er ook weer dus achterin erop. Ziet er heel leuk uit. Geeft wel een heel leuk effect dat hartje. En we hebben dus ook weer een naamplaatje voor er. En er staat op Snow White. Maar wat ik wel heel grappig vind, al die andere hadden twee hartjes aan de zijkanten. Maar aangezien dit zeg maar een volledige naam is met een spatie ertussen, hebben ze het hartje in het midden gedaan. En aan de uiteinde hebben we twee schattige konijntjes. Nou, echt heel erg leuk dat ik haar alsnog heb gekregen. Zoals ik al zei, ik wou haar heel erg graag. Ja, ik vind haar ontzettend mooi. Ik vind Sneeuwwitje echt heel schattig. En het kleurenthema van het hele doosje, zeg maar, vind ik heel leuk. Laten we ze dan nu even allemaal in beeld zetten. En dan laat ik heel even weten wat ik ervan vond. En ja, dan gaan we eigenlijk naar mijn eindoordeel en zo. Nou, hier zo hebben we ze dus allemaal op een rijtje die we dit keer hebben gekregen. Ik had het natuurlijk ook super leuk gevonden als we Ariel hadden gehad of misschien heel veel mazzel en de surprise secret Rapunzel. Wie we dus nog missen zijn Ariel, Belle en Rapunzel. Dat zijn de enige. Dus we hebben het eigenlijk echt super goed gedaan dat we zoveel verschillen hebben gehad. We hebben dus daadwerkelijk maar één dubbel en dat is Jasmine. Deze gaat dus, als jullie het leuk vinden, in de winactie. Dus laat vooral even van je horen in de reacties of je dat wilt, ja of nee. Na aanvang van jullie reacties zal ik kijken of jullie dat leuk vinden. En dan zien jullie hem misschien dus terug in die winactie. Mijn persoonlijke favoriet is denk ik wel echt door een roosje. Gewoon omdat ik heel erg hou van roze. En omdat ze ook een vogeltje op haar hand heeft. Wat ik echt heel erg schattig vind. Wat ik ook echt mega leuk dus aan deze potjes vind. Is dat je ze dus ook daadwerkelijk kan gebruiken. Heel vaak met mystery items is het gewoon een leuk spaardingetje. Dat je display kan zetten of iets. Maar deze kun je daadwerkelijk gebruiken. Hoe leuk is dit om neer te zetten bijvoorbeeld op je nachtkastje. Als je natuurlijk van Disney houdt. Of bijvoorbeeld als je een kindje hebt. Om dit dan op een nachtkastje waar je dan de oorbelletjes in kan doen. Of je favoriete ringetjes of zo. Ze zijn allemaal ook echt gewoon heel gedetailleerd. De kwaliteit ziet er goed uit. En ik vind hoe de prinsessen zijn vormgegeven ook gewoon echt heel erg mooi. Het ziet er echt goed uit. Dus ja, van mij krijgt ze echt een 10 uit 10. Ik vind de prijs €12,50 per stuk voor mystery boxen. En dat ze dus ook bruikbaar zijn. Ze zien er super mooi uit. Vind ik een hele goede prijs. Ik vind ze echt ontzettend leuk. Ik ben super benieuwd, wat vonden jullie ervan? Vind jij ze leuk? Zou jij dit kopen? Vond je dit leuk om te kijken? Dat wil ik ook heel erg graag van jullie weten in de reacties. Want als jullie dit nou leuk vinden om te kijken, dan wil ik vaker zulke soort mystery unboxingen doen. Want zoals ik al zei, bij Dutch Comic Con vind ik het altijd heel leuk om ze mee te nemen. En bij de Miniso, daar heb ik dus deze vandaan nu, hebben ze ook op dit moment ontzettend leuk. Ze hadden ook een serie dus van Tsum Tsum en Stitch, die ik heel graag zou willen unboxen.
Ja, natuurlijk moeten jullie het dan wel leuk vinden om te kijken. Nou, dat was het dan voor deze mystery unboxing video. Ik film nu gelijk het einde voordat ik de camera ga omzetten om het samen te unboxen. Dus voor mij zitten ze nu nog dicht hier zo. Ik ben heel benieuwd. Wat vonden jullie ervan? Vonden jullie dit leuk om te kijken? Ja of nee? Zoals ik al zei, ik hou echt van blind boxen. Dat is echt iets wat de afgelopen jaren pas is gekomen. Want eerst was ik er totaal niet van. Omdat je natuurlijk de kans hebt op dubbel. Dat is natuurlijk, ja, het is wel risky ding waar ik normaal helemaal niet van ben. Ik ben echt zo gestructureerd en ik hou van zekerheid persoon. Maar ja, de afgelopen jaren, zeker ook met Dutch Comic Con, ga ik dus altijd los op de blindboxen. En nu we dus ook allemaal mini-zo winkels hebben in Nederland, kan je echt hele leuke blindboxen dus kopen. Dus als jullie dit leuk vonden, kunnen we dit natuurlijk nog een keer doen met andere blindboxen. Dus ja, ik hoor heel graag van jullie in de reacties wat je ervan vond. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was dan weer deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!